Het hart werkt een beetje als je eigen hart, alleen het ziet er heel anders uit. Het is helemaal van kunststof. Er zitten twee holtes in en er zit een motortje in die vloeistof verplaatst, waardoor het bloed de lichaamsslagader dan wel de longslagader in wordt gepompt. Het bloed stroomt hierin en komt er daaruit voor de rechterkant en hier erin en daar eruit voor de linkerkant. Dus hier gaat het naar de aorta en hier gaat het naar de longslagader. Deze kunsthart wordt aangedreven door een motor. En die motor moet van stroom worden voorzien, helaas. En dat moet via batterijen. Dus dat gaat via een aandrijflijn die uit de buikwand naar buiten wordt getunneld, waarop batterijen zijn aangesloten. Alle kunstharten die er tot nu toe op de markt zijn, daar heeft het bloed interactie met vreemd lichaammateriaal. Hierbij, dat is het voordeel van deze pomp, daar komt het bloed in aanraking met natuurlijk biologisch materiaal. De binnenbekleding is van het hartzakje van een rund. En daar worden ook hartkleppen van gemaakt. En dat is heel biologisch, waardoor er minder problemen zijn met stolling en bloedingen. We hebben natuurlijk deze operatie heel lang voorbereid. Al sinds 2017 zijn we ermee bezig. We zijn ook 2 keer geweest om te trainen en te oefenen op kadavers. Deze patiënt komt niet in aanmerking voor een harttransplantatie op dit moment. En hij heeft dus geen tijd om te wachten tot hij er wel voor in aanmerking komt. Hij ging heel snel achteruit en daarom hebben we dit geïmplanteerd. En daarbij merkt hij direct verbetering van zijn conditie. Hoe bijzonder is het voor u om dit geïmplanteerd te hebben, dit hart? Dat vind ik een hele mooie vraag die je stelt. Het is natuurlijk voor een hartchirurg heel gek. Je knipt een mooi orgaan eruit, waarbij je vervolgens techniek implanteert en dan maar op moet vertrouwen. Ja, dat is spannend. En het was wel een heel voor mij geruststellend op het moment dat de operatie klaar was en de patiënt op de intensive care wakker was en ik weer met hem kon praten. Ja, dat was best een emotioneel moment voor mij.